Hallo, Zepens, hier ben ik dus op een game. Welkom bij het nieuwe The Last of Us. De vorige aflevering waren gebleven. Oh god. Oh, dat is Bill, maar ik dacht even dat er een zombie op me afremde. Oh, daar heb je nog een zombie. Is dat niet hartstikke gezellig, dames en heren? We waren hier gebleven in het klaslokaal. Woensdag was er geen The Last of Us. Waarom niet? Omdat... Ja, waarom eigenlijk niet? Dat is een hele goede vraag. Ik had mijn PlayStation even op mijn tv aangesloten. Want ik had wat gegamed met mijn vriendin. Ja, ik heb een game met een vriendin. Ik weet, ik ben de gelukkigste jongen in de wereld. Alleen, dat moet wel op een tv. En ik was gewoon te lui mijn PlayStation weer terug aan te sluiten. En oh fuck! My life! Is ik wat er zo van... Oh god, ik kan net zo goed meteen doodgaan. Ik kan mezelf net zo goed meteen afschrijven. Nou, laten we meteen wat geluid maken voor die leuke klikkers, joh. Die vinden dat hartstikke leuk. Schijnt. Ja, gelukkig heb ik wel Bill nog. Heb ik misschien niet... wat? Een assault rifle? Wat? Even een assault rifle zag, hoor. Kan ook aan mij liggen. Is het nou een zombie of niet? Dat is zeker een zombie. En een klikker. Kut. Die klikker moet even dood, Bill. Die klikker moet even dood. De rest boeit allemaal niet zoveel als die klikker maar dood gaat. Maak hem dood, Bill. Maak hem dood. Nee. Dood. Maak die klikker dood. Goed zo, Bill. Goed zo. Even laden dit ding. Tjak. Ik heb trouwens een nieuwe blouse aan. Wat moeten jullie met die info? Weinig. Oké, even schuin. Ik wil er geen maken. Nou, ik kan ook wel eventje maken. Tuurlijk, waarom niet? Ik wil eigenlijk geen gebruik. Maar maken is ook goed. L1 toch? Ja, precies. Heb ik nog iets van shotgun kogels? Ik heb namelijk geen idee. Want ik heb het spel alweer 2 weken niet gespeeld. Wat eigenlijk heel onterecht is, want dit spel is fucking awesome. Maar dat wisten jullie al. Zie je mijn shotgun? Jazeker dat dit mijn shotgun is. Dan hou ik die even paraat, want dat ding is awesome. En wat hebben we hier voor leuke kogels? Shotgun kogels, denk ik. Ik wil even met jullie praten over een heel serieus onderwerp. Vandaag was er een jongen op Skype en die zei in één keer... Oh Rick, leuk dat we net even gepraat hadden op Facebook. En ik was iets van, huh? Hoe de fuck kan dat? Want ik heb wel Facebook. Ik vind Facebook best wel handig, want ja, dan kan ik... Het is vooral schoolvrienden die ik volg van de basisschool. Dat zijn de enige mensen die ik nog wat interessants vind op Facebook. Want die volgen niet Twitter en zo. En die spreek ik normaal heel weinig. En natuurlijk ook nog wel wat feestjes, foto's en zo vind ik nog wel leuk. Maar ik voeg geen kijkers toe op Facebook. Dat is best logisch. Want als ik kijkers... Het probleem met jullie toevoegen als vrienden zou ik het daar niet erg vinden. Alleen als ik zometeen 5000 man op Facebook heb... Het probleem is dan dat ik berichten... op feed, weet je wel, dus iedereen post, ik ben vandaag naar de stad gegaan, dat als ik dat van 5000 man heb, kan ik juist de 80 of 100 man die ik wil zien, kan ik dan juist die berichten krijg ik dan niet. Omdat ik er al veel te veel, omdat het zoveel is, kan ik dat nooit volgen. En daarom doe ik dat niet, omdat het, ja, het wordt één grote chaos qua berichten. En what the fuck is dat? Maar er is blijkbaar een neprik actief op Facebook. Een neprik, en die geeft gewoon, die zegt ook, oh ja, zie hier, vraag mij je adres voor de fanmail. En ja, ik ben dus nu druk bezig met zijn adres achterhalen. Oh god. En dan ga ik hem aangeven bij de politie. Ik ga gewoon eventjes, ik heb aan een kijker gevraagd of die eventjes wil zeggen. Zo van, hey, wat is je adres bro? Dan stuur ik je post en dan geef hem aan bij de politie. Ik heb het eerst gezien, het zijn zeg maar de bloaters. Het zijn maar een verdere fase van klikkers. En die zijn nog erger eigenlijk. En dat is niet zo mooi natuurlijk. Want deze gooit shit. En ja, ik weet niet of ik nog spijkerbom heb. Dat zal wel heel erg van pas komen hier. Ik ga gewoon een beetje rondrennen denk ik. Maar ja, ik ben dus druk bezig met die persoon zijn adres te achterhalen en dan ga ik hem aangeven bij de politie. Want in principe steelt hij gewoon van mij. Want iemand wil bijvoorbeeld een game naar mij opsturen, weet je, of een brief. Of een tekening. En dan sturen ze dat naar hem en hij zit dan lekker op de rentenier in Gorinchem. Want ik weet wel dat hij in Gorinchem woont. Dat is ook echt een sukkel. Ik bedoel, die Facebookpagina ziet er zo nep uit. Maar aan de andere kant ook wel weer een beetje echt, weet je. Hij had bijvoorbeeld gepost 23.000 bitches als een subscriber, weet je. Dat zou ik gezegd kunnen hebben. Dus ja, maar het is in ieder geval een sukkel, want binnenkort dan ga ik hem aangeven bij de politie en daar hangt hij. En dan hoop ik dat ze hem oppakken. Waarschijnlijk is dat joch 10 jaar oud of zo, dus... Waarschijnlijk krijgt hij een lekkere 10 uur vegen of zo. Maar alsnog, gerechtigheid zal geserveerd worden. En ik heb eventjes lag en ik moet nog steeds niet hoe dit kan. Maar soms dan na zoveel minuten opnemen dan loopt alles vast en ik moet nog steeds onderzoeken hoe dit kan. Maar ik ben over enkele seconden terug in ieder geval. Tot zo! Oké, daar ben ik weer. Ja, het zou kunnen dat ik misschien zelfs in de kutte situatie de hele gameplay 3 keer moet resetten. Want mijn streamprogramma kapte mij van de reden iedere keer naar 3 minuten mee. Vraag me niet precies hoe het komt. Het heeft waarschijnlijk... Ja, ik heb mijn apparaat meegenomen naar Bardo. Daar hebben we wat opgenomen. En sinds ik terug ben is het gewoon wat kutter. Maar ja, ik heb tenminste het verhaal verteld over de faker. En we gaan ondertussen lekker verder met deze dude killer. Het gaat redelijk goed. Gewoon een beetje rondjes lopen. Af en toe met mijn shotgun om te schieten. Alleen is die shotgun zometeen leeg. En ik zag daar net al kogels liggen voor mijn shotgun zelfs. Dus dat is wel erg fortuinlijk. En ik heb er nog Bill. Als Bill hem nou gewoon even dood maakt, dat zou heel fantastisch van Bill zijn. Ik ga even naar mijn jachtgeweer wisselen als mijn jachtgeweer dat niet erg vindt. Ik heb er nog een pijl en boog, joh. Tuurlijk heb ik die. Nou, jachtgeweer zou wel een stuk minder effectief zijn. Aangezien een jachtgeweer is geen shotgun.
Iedereen weet dat een jachtgeweer minder vet is dan een shotgun, maar ja. Hey, dit is tenminste een bloater, geloof ik. Ik weet niet of ze zo heten, maar het komt erop neer. Hij is een klikker die al zo lang geïnfecteerd is dat de schimmels als een panzer gaan werken. Ik had al eens iets ervan gezien. Ik heb bij reviews gekeken en zo. Ik koop niet zoveel games. De meeste games voor PC download ik. En deze game koop ik dan. En dan denk je, wat is daar het probleem? Maar ja, hier moet ik €60 voor dokken. Voordat ik €60 voor een game betaal, ik ga dan wel eens eventjes kijken, weet je wel. Ik noem het niet zuinig. Ik vind het gewoon best wel slim, weet je. Je kan zeggen, oh, dat is zuinig. Oh, cool, hij is dood. Dat viel best wel mee. Was goed te doen. Ik hoor zombies trouwens. Maar dat is niet erg, want ik heb kogels. Ah, die grote kerel. Dat is al een grote jongen, ja. We call them bloaters. Bloaters, oh shit, ik had gelijk. Ik moet echt even wat doen. Wat, het is gelukt. Maar ja, ik moet eens even kijken hoe dat lijkprobleem fixt. Want het is altijd na 5 minuten of zo. Het kan of 1 in Down Pop Player liggen, waar je nu naar kijkt. Maar het probleem is, in mijn livestream programma of opneemprogramma OBS gaat die ook opeens traag. Dus ik kan ook OBS even upgraden. Jullie hebben tenminste weinig last van, joh, maar mij alleen eens zoveel tijd schreeuwen. Ah, kut! En dan moet ik het even restarten, maar dat is voor jullie geen probleem. Ik heb gisteren 3 afleveringen Mario Galaxy opgenomen, want ik ook telkens hetzelfde probleem. Maar ja, dan weten jullie dat in ieder geval. Ik heb jullie verteld over dus het probleem met de Faker, dat weten jullie dat ook weer. Voor de rest, lekker Last of Us spelen, heerlijke game. Dus ja, weet je, wat is het probleem? Niks is het probleem. We zijn trouwens alleen in een basketbalzaal. Zijn we al 3 minuten, maar ik dacht, ik noem het nu even een keertje op, weet je wel. Dat is een beschaafde jongen die ik ben. Ja, voor de rest, gisteravond was ik bij een vriendin van me. En spreek ik niet zo heel veel meer, gewoon 1-op-1, weet je wel, lekker gewoon goede gesprekken hebben. En dat was wel gezellig, ze hadden een vuurkorf, dus dan kom ik altijd als je een vuurkorf hebt. Daar gechilled. En haar broer, dat is echt een baas, die is namelijk, van beroep, is hij versierexpert. Hij gaat dan zeg maar mensen, voornamelijk jongens, ik denk alleen maar jongens eigenlijk, die zeg maar geen vriendin kunnen krijgen, leert hij allemaal trucjes. Allemaal trucjes waar je zeg maar vrouwen mee kan besturen als poppen. Zonder dat ze het weten. Hij had dus ook wat dingen uitgelegd aan mij hoe dat werkt. Hij zei, heb je het nodig? Ik zei, weet je, als je het uit kan leggen, eigenlijk zijn het gewoon hacks, weet je. Het is gewoon hacken voor het delen van vrouwen. En het is gewoon zo'n man, die betaalt dan bijvoorbeeld gewoon €300 voor wat lessen. Het enige wat hij doet is, hij zoekt gewoon op internet op. Hoe verzie je een meisje? Heel wat goede trucs. Tenminste, het is niet echt hoe verzie je een meisje, het zijn echt trucjes. Gewoon hersendingen, weet je wel. De dingen zoals je hersenen werken. Hij legde dus iets uit, ik weet niet of je dat allemaal mag vertellen. Hij zei, hij had geen contracten getekend of zo. Alleen hij zei, het is natuurlijk zo slim mogelijk om het dan niet zoveel te mensen te vertellen, want dan kan ik niet aan mensen vertellen en er geld mee verdienen. Maar je had iets dat heet de slangen iets. En wat je dan doet is, het is van de film Karate Kid, dan heb je zo'n jongen en zo'n slang, en zo'n vrouw en zo'n slang, en die zitten dan en die jongen gaat dan zo, ik maak een plezier het spel daarvoor, die jongen en die vrouw die gaan zo tegelijk. En die Karate Kid die zegt dan, waarom doet die jongen die slang na? Dus waarom doet die vrouw die slang na? En dan zei hij, nee, je moet je afvragen, waarom doet die slang die vrouw na? Want het komt er dan neer dat je moet zeg maar een beetje heen en weer schommelen als je voor een meisje staat. En dan is het de bedoeling dat ze heel langzaam gaat volgen. En godverdomme, hij loopt weer vast. Iedere keer bij de 4 minuten, AIDS! En ja, het idee is dan dus dat ze dat dan na gaat doen langzamerhand. En dan maak je dat steeds erger en dan voelt. Oké, daar ben ik weer. En ja, waarschijnlijk, ja, we zijn over 4 minuten weer met hetzelfde probleem bezig. Ik moet gewoon even uitvogelen waar het probleem zit. Maar momenteel moet ik gewoon even de Last of Us opnemen. En ja, voor één aflevering vind ik het niet erg. Het enige probleem is, want tussendoor iedere keer stoppen is ook best wel irritant. Ik zit lekker op te nemen, weet je wel. Het probleem is vooral dat ik de video dan moet renderen. En dat kost gewoon een uur aan computertijd. Nou, ja. Ja. Dode zombie, stinkende zombie. Je bent zo dood als maar kan. Dus ja, ik heb al 2 levenslessen verteld. 1. Als je mij nadoet op Facebook, geef ik je aan bij de politie. 2. Slangen dingen. Maar ja, dat moest je even weten. Dat ik daar was. Geen idee waarom. Dan denken jullie dat ik vrienden heb en zo. En zo. Op! Oh god, bijt me niet meneer! Nee, stop! Bijt niet! BAM! Vieze vuile hoer! Dat ben je! Even dit ding aanladen trouwens. Klik. En klik. En komen er nog steeds mensen van de zijkant? Nee joh, doe niet zo mal. We klimmen lekker op het dak. Ik heb geen idee waar we heen gingen. We gingen die accu zoeken op school. En toen vonden we die accu niet. Dat was voor mij een beetje een probleem. Oh hallo, leuk filmpje. Wel handig, ik kan zo die ladder wegtikken inderdaad. En dan laat je de zombies weg. Dat is inderdaad pittig handig. Nou, Bill, wat vind je er zelf nou van?
Maar ja, ik moet dus even kijken of in OBS moet ik even updaten of het streamprogramma moet ik even updaten, een van de twee. Maar het raar is dus, op het moment dat één van de twee gaat laggen, gaat de ander ook laggen. Dus er zit een raar verband tussen die twee. What the hell is plan B? You ought to be thankful you're still drawing breath. That was plan A, B, C, all. Ja, misschien moet ik gewoon even een HDPVR kopen, waar je zo'n dingetje in high quality kan opnemen. Ben ik wel €300 kwijt, maar dan is wel betere kwaliteit. Oh, er is iemand die zichzelf opgehangen. Oh, gossie. What, you know this guy or something? Frank. Frankie. Hey. Frank. He was my partner. Oh. He's the only idiot that would wear a shirt like that. Oh, Frankie toch, met je mooie t-shirts. Oh, Bill, jij mafkees. Ik blijf... Dit soort cutscenes... doet wel echt wat met mij, weet je. Dit zijn echt mooie kunstwerkjes gewoon. Echt naar de film. Net zoals Uncharted ook in het algemeen. Uncharted heeft soms ook van die awesome cutscenes. Ja, guess not. Denk het. Well, fuck him. Hey, zo praat je niet over Frankie. Ellie, doe niet zo mal, joh. De accu? Oh, nice. That's my battery. Oh shit. Die vuile klootzak. Get out. Frank wou ons gewoon naaien, dus hij wou gewoon weg. Of niet? We hebben tenminste een auto dan. Blijkbaar. Batteries drain, but cells are alive. Meaning, we push it, get it started, okay. Later recharge the battery. Missen een dynamo de accu op, precies. Your guess? Look, you wanted a plan B, this is as good as it gets. Dankjewel, Billy. Hoe, we zijn al 3 minuten aan het opnemen. Gaat lag weer toeslaan, zo spannend. Thinking you drive and we push. Oké, we gaan eerst denk ik even het huis in, als het nog kan, want dan even wat pillen zoeken natuurlijk. Ah, precies. We moeten even pillen vinden, want dan kan ik die ability klikkers slaan kopen. En dat is een heerlijk... Oké, daar heb je al pillen, leuk man. Hoe werkt dat ook alweer? Pillen. Steekwapenexpert. Nog 5 pillen, jongens. Kom op. Als we hier nog even ergens 5 pillen kunnen scoren, dan ben ik de blijste meid in de wereld. Precies, er liggen nog vast nog veel meer spullen. Dat dacht ik dus ook. Die man me voor leuks. Pistooltje. Kogels. Wat vuur. Iets. Oh, kijk wat een shit hier, jongens. Oh ja, ik weet nog met die radertjes, dan kon je shit kopen. Dat was fucking awesome. Weet u dat nog? Ik namelijk wel, dan kon je op zo'n workbench, misschien hebben ze die hier zelfs wel. Oké, ja, de lag slaat weer toe, heerlijk. Nou jullie, kennen de routine, tot over enkele seconden. Oh, wacht, huh? Ik beweeg wel nog goed. Nee, oké, dan deze keer gaat het echt om... Oh, wat? Oké, je moet gewoon even, ik passeer het spel en dan doet het weer. Oké, cool. Even kijken, wat staat hierop? Good luck, Frank. Oké, wat staat er? Iets over de batterij. I doubt you ever find this, not cause you were too scared, oké. Nee, ik had heel toevallig heb ik dit stuk van het spel bij mijn broertje gezien. Het grappige is, in die brief staat dus dat Frank mocht Bill helemaal niet van, rot op Bill, ik mag je niet, ik ben nu dood, lol. Ja, de kwaliteit van mijn Dazzle is niet zo hoog, dat weten jullie. Ik ben een skere boy, dit ding kost €50 of zo waar ik mee opneem. Google maar eens Dazzle Capture Card. En ja, je kan ook hele dure dingen kopen. En dat is dan duurder en... Ja, in principe. Dit neemt ook heel makkelijk op. Als je zo'n heel duur apparaat koopt van €300, dan heb je ook hele andere software nodig. Moet je het geluid weer apart opnemen, moet je dat weer gaan synken en zo. Weet je dat het geluid loopt gelijk loopt met het beeld. Zoveel moeite voor mij heb ik zoiets van liever lage kwaliteit hoor. Moeilijk. Ellie, gaan rijden denk ik? Ja. Ik weet dat mijn broertje op dit punt heel veel problemen had met het spel. I figured you should know that. Aw, cute. I won't let you down with this. Ah, lief van je, Ellie. Oké. Nou, dan gaan we dan, denk. Hebben we er zin in, Billy Boy? Bill, je moet niet tegen de auto aanstaan, want ik ga wel duwen. Ja, mooi, dat kan. Alright, let's do it. Daar gaan we dan. Ik zit te kijken of ik nog een leuke les heb. Ik heb jullie al verteld over meisjes versieren door te doen alsof je een slang bent. Ik bedoel, wat wil je nog meer? Maar ja, hij heeft tenminste een awesome beroep. En hij was ook een keer mee op BNN. Er stond met Filemon, in de Filemon week of zo. Er stond er ook echt als... Oh, er ligt daar nog iets. Links in de hoek, wat is dat? Ik wil niet meer, stop, ik wil niet meer, ik wil dat item pakken daar. Wat is het? Het zijn kogels voor mijn jachtgeweer, voor mijn shotgun, oh my god, ik wil ze! Nee! Oké, kan ik nog terug? Yes, cool. 6 shotgun kogels zijn natuurlijk nooit nee tegen. Oké. Goed gedaan, meid.
Mooi. Wacht, ik ga even gaan naar mijn shotgun wisselen. We sowieso gaan vechten zo meteen. Poep gaat naar beneden. Wacht, wat ligt hier voor moois? Sack? Oh, het is een baksteen. Laat maar. Precies. Ik weet nog dat mijn broertje heel erg aan het kutten was, want er komt nu een stukje met heel veel klikkers. Dan in het blij dat je gewoon in één keer de auto in kon springen en weggaan. Er komen nu zijn maar heel veel zombies. Je moet gewoon verder duwen eigenlijk als een man. Ik ga alleen maar niet vechten, want vechten gaat nooit zo goed. Het gaat me nooit altijd goed af. Oh god, daar is een klikker. Rot op, klikker. Hoppakee, in één keer dood. Nou ja, niet in één keer, maar wel niet veel keer. Oké, snel verder duwen. En dan gewoon in die auto springen volgens mij. Lijkt me de beste strategie. Weet je, ik doe deze missie ook voor het eerst. Ik speel dit spel volledig blind. Lijkt me wel zo leuk bij dit spel, aangezien het heel groot storyline is. En als je de storyline al kent, dan is deze game wel minder leuk. Maar dit is zeker een game die wel meerdere keren kan en wil spelen, hoor. Daar niet van. Gewoon door blijven duwen, Rick. Like hardcore shizzle. Oké, wacht. Kan ik al verder? Hey, bitch! Oké, nou, Bill, als jij nog aan even iedereen afmaakt, dan kijk ik wel toe. Dat kan ik wel. Ik wil sowieso mijn shotgun gaan upgraden. Ah joh, zoek het maar uit. We hebben niet veel tijd. Duw, Rick. Maak de baby. Ik zie het hoofdje al. Hey, Bill, je wapen steekt trouwens door de auto heen. Je hebt mijn dag verpest, Joel. Nou, laat me met... Oh, kut, ik kom een klikker aan. Klik, ha! Nee, weg, Rick, weg, ren, stop. Stop it, you. Oké, ik ga echt bijna dood, trouwens. Ik wil dit niet, jongens, stop. Oh, Bill gaat dood, nee, stop. Zombies, zombie in. Nee, ren! De klikker achter me aan. Dat is niet fijn. Ik heb wel eens dingen achter me aan, maar het liefst geen klikkers. Zit die klikker er nog steeds? Nee, die klikker is daar. Die houdt ze wel even getuist. Geduist. Even dit gebruiken. Even een beetje mezelf healen. Moet wel kunnen vandaag de dag. L3. Oh, wat? Ellie gaat dood. Nee, stop. What the fuck zijn ze aan het doen? What the fuck zijn jullie aan het doen, jongens? Oh, kut. Hey, kut. Ik ben net te laat. Kut. Sorry, Ellie. I let you down. Moet helemaal opnieuw beginnen. Aids. Oké, leuk. De lag begint weer. Moet ik dus even het spel pauzeren, blijkbaar? Dan, hallo, doe ik het nog zonder lag? Beetje, is het zonder lag? Nee, hè? OBS zegt dat ik geen frames drop, dat is redelijk goed. Yo, ben ik weer. Ik ben nog steeds druk op zoek naar de oplossing voor het probleem, dat is niet erg. Alleen, ja, het is voor mij verschrikkelijk irritant. Gelukkig voor jullie niet. Toen vind ik de aflevering trouwens erg leuk. Ik vind hem wel leuke onderwerpen besproken hebben en zo. Kijk, daar is een klein kruipmeneertje links in de bosjes. Ik ga proberen in één keer in de auto te springen als het lukt, maar... Met weinig, probably met weinig succes. Oké, kut. Oké, oh, het is een klikker ook nog. Oh, dat wist ik even niet hoor. Sorry daarvoor. Ja, een van de komende dagen heb ik een probleem gefixt. En anders heb ik over een nieuwe software. Maakt jullie allemaal verschrikkelijk weinig uit waarschijnlijk. Dus dat scheelt. Ik ga sowieso op een switchen naar mijn shotgun, anders wordt het niks. Oh, hier gaat het naar beneden. Tenminste, dat zegt het bord. En ik vertrouw borden wel. Bordje nasi. Oh, hier komt iedere keer een klikker uit de bosjes ofzo, dat is het probleem. Hou je mond, Ellie. Je weet niet eens waar je het over hebt. Je weet niet waar je het over hebt. Want ik heb je moeder gezien. Ik weet niet. Heeft Ellie je moeder... We hebben nooit Ellie's ouders gezien, eigenlijk. Nu ik erover nadenk. Dat was een harde baksteentje. Nee, niet. Nee, stop. Oeh, Bill. Je hebt me gered, man. Bill, ik hou van je. No homo. Oké, we moeten vandoor. Op naar de heuvel. It's cool. Ik heb al heel weinig helft, dus dat was chill zijn als ik... Oké, nu moet ik waarschijnlijk in de auto springen. Hebben we het nu gehaald? De Jordi. Oké, gaan we erachteraan, denk. Woo! Oké, de lichten gaan aan. Jee, we hebben accu. Gewoon rennen, Rick. Ik ga gewoon in één keer... Mijn strategie is in één keer erin springen. Fuck alle zombies hier. Ik zit erin. Mooi. Ka-ching. Go. Gassen, Ellie. We laten gewoon lekker de 14-jarige rijden. Dat is het goede plan. Dat is het goede plan. Voor de mannen van het goede leven. Ja, ik ben dus normaal te opnemen shit. Dat is niet jullie probleem, dat is mijn probleem. En ik haat het als ik problemen heb. Kan de Bardo. Bardo zijn Rick, neem je capture card mee. Dan kunnen we een kut livestream houden op Banjo Town in zwart-wit. Zeg ik, ja, is cool. Just keep it running, alright? Precies. Ellie vindt ook dat jullie de video moeten liken. You gotta admit. She did hold her own back there. Nou. Dat vindt Bill niet. Nou, bedankt, Bill. Jemig, lul. Beetje lege energies, lege laatste druppels. You'd be amazed at how many cars still got gas in them. Oh, oké, tuurlijk. Appreciate it. Look, Bill, got your buddy back there. Funky. That's a tough deal. Yep. We square. Go for you, Bill. Go for you. And get the fuck out of my town.
Oh, Bill, jij mafkees. Maar Bill was een broer van mij, toch? Ja, Bill was mijn broer. Toch? Toch? Weer lekker de muziek van The Last of Us. Pew, 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 pew. Oké, nou ja, ik denk dat we het hier voor gezien houden voor deze aflevering. We gaan eindelijk lekker on the road again. On the road again, weet je wel zo? Gaan we lekker door, lekker rijden. Dus ik bedoel even kijken voor deze aflevering. Volgende aflevering gaan we verder met The Last of Us. En dan gaan we lekker Last of Us saneren. En ik heb heel erg veel zin in deze game. En hopelijk heb ik het opnameprobleem dan gefixt. Ik kan niks beloven, want ik ben een sukkel. Tot de volgende aflevering. Doei!